Een werkgever is verantwoordelijk als zijn of haar werknemer een fout maakt die schade veroorzaakt aan een derde. Maakt het uit of hij wist van het gedrag van zijn werknemer en medeschuld heeft voor de toerekening van de schade? Als hij wist van de onrechtmatige daad van zijn werknemer, dan zal zo'n werkgever zelf ook sneller onrechtmatig gehandeld hebben. En is hij naast zijn aansprakelijkheid voor de fout van de werknemer op grond van artikel 170 aansprakelijk voor zijn eigen onrechtmatige daad op grond van artikel 162. Maar op zich maakt het voor zijn aansprakelijkheid uit artikel 170, dus voor de onrechtmatige daad van de werknemer, niet uit of hij zelf wist dat die werknemer heel onrechtmatig handelde. Op het moment dat de werknemer een fout maakt, dus een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt, dan is de werkgever daarvoor in beginsel aansprakelijk op grond van artikel 170, onder de voorwaarde dat die fout is gemaakt in het uitoefenen van de werkzaamheden in het kader van de aanstelling tussen werkgever en werknemer. En waarom wordt het in de wet eigenlijk zo geregeld dat de werkgever dan altijd verantwoordelijk is? Er zijn verschillende redenen voor. Er is natuurlijk bij een werkgever een minder grote kans op insolventie of op, misschien eigenlijk wel voor een werkgever een grotere kans op insolventie. Maar de gevallen waarin het voorkomt dat er van de werkgever niks te plukken valt, zijn wel kleiner dan het aantal gevallen waar je van de werknemer niets kan halen aan geld. En dat is eigenlijk iets wat meer in het algemeen alle risicoaansprakelijkheden verenigen, dus niet alleen maar de aansprakelijkheid van de werkgever voor de werknemer, maar ook de aansprakelijkheid van de ouders voor kinderen en bezitters van dieren en ook de aansprakelijkheden voor de gebrekkige zaken. De gedachte daarachter is dat jij je door het hebben van een werknemer of het hebben van een dier of het hebben van een kind maak je je groter in het maatschappelijk verkeer, dus je brengt meer risico's. Eenzijdig breng je meer risico's in de wereld. En aangezien je ook een bepaalde band hebt met die risicoverhoging, door bijvoorbeeld dat je wel op zo'n werknemer toezicht kan houden en ook instructiebevoegdheden hebt, je kunt zeggen tegen je werknemer wat hij wel moet doen en wat hij moet laten. En je hebt ook nog profijt van die dingen, dus er wordt van uitgegaan dat je profijt hebt van je kinderen en van je werknemers en van je dieren en van je zaken. Dus die aspecten eigenlijk met elkaar verenigd, die verantwoorden dat je risicoaansprakelijk kan worden gehouden. En dat geldt dus ook in het geval van de werknemer die een fout maakt en om welke reden de werkgever daarvoor ook aansprakelijk wordt gehouden. Naast de werknemer, want de werknemer moet zelf een fout maken. Dus die is ook zelf nog aansprakelijk op grond van artikel 162.